Dit zijn Josimar Makiavala en Zakaria Labiat, twee basisspelers van Jong PSV in de eerste wedstrijd van 2010 tegen Jong Feyenoord. Hij is er ook weer bij, Ali B, aandachtig toeschouwer. En hij ziet dat de eerste kans van de wedstrijd is voor Jong Feyenoord. Dit is Miguel Nelom, hij mag ontzettend ver komen. Het schot is dan met links en Cassio ook met zijn linkervoet. En dus een goede redding van de Braziliaanse doelman van Jong PSV. Jong PSV oefende in de winterstop tegen Jong FC Utrecht en de belofte van Anderlecht. Het speelde gelijk tegen Utrecht en het won van Anderlecht. En hier de eerste kans op naam van Younes Mokhtar. Ook hij, een jongeling, een A1-speler in het team van Anton Jansen. Jan Kromkamp hier, hij maakt zijn rentree. Mag wat minuten maken om weer op zijn oude niveau te komen. En hij bedient hier met een inworp Romario Sabayo. En die denkt niet na, besluit te schieten. En zet Jong PSV op een hele mooie wijze op een 1-0 voorsprong. Vorig jaar scoorde hij de 4-0 tegen Jong Feyenoord. Ook dat was een plaatje. Maar deze mag er ook zijn, de openingstreffer. En dus baalt Darlay, de doelman van Jong Feyenoord. Die ook al speelde in het eerste van Feyenoord. Maar zijn plek verloor aan Rob van Dijk. Abel Tamata met de bal op Younes Mokhtar. Maček tegenover zich. Mokhtar bedient dan hier Romario Sabayo en die had zomaar zijn tweede kunnen maken. Maar hier heeft de rechteraanvaller van Jong PSV pech en wordt de bal van de lijn gehaald. Labiat. Opnieuw op zoek naar Mokhtar en die gaat opnieuw het duel aan met Maček. Nee, hij gaat terug naar Yannick Rijmenans met zijn rechterbeen en Darlay met een nieuwe redding. En zo begint Jong PSV sterk aan de wedstrijd. Ojo. Op Marcellus. Veel ruimte voor Marcellus, bedient Tamata. Makiavala kiest positie. Het schot van Makiavala, redding van Darlay en daar is het Ojo met de 2-0. En daar hoort natuurlijk een vreugdedansje bij. Mooi paasje van Tamata. Makiavala doet het ook goed. Maar Fuso Ojo is mee opgekomen. En zet Jong PSV in de eerste helft op een mooie voorsprong. Mokhtar. Op Labiat. Die gaat op zoek naar de ruimte. Krijgt hij in eerste instantie niet. En dus gaat het naar de zijkant naar Romario Sabayo. Goeie voorzet. En Maček maakt er een hoekschop van. Kromkamp en Marcellus mee naar voren. Hetzelfde geldt voor Jagos Vukovic. En dus alarm fase 1 in het strafschopgebied van Feyenoord. De hoekschop is niet al te best. Maar Feyenoord krijgt de bal niet goed weg. Tamata, Mokhtar en Labiat probeert het van afstand. Mooi schot, maar dat zeilt net naast de kruising. En zo had het zomaar al 3-4-0 kunnen zijn voor de rust. Makiavala met Ramstein. Ook Maček bemoeit zich ermee. Maar Makiavala komt eruit door de bal terug te spelen naar Funzo Ojo. Dit is Zakaria Labiat, Mokhtar. Draait weg, maar dan is het Maček die de overtreding maakt en dus een vrije trap op een mooie positie voor Jong PSV. Romario Sabayo zit lekker in de wedstrijd en besluit dus die vrije trap te nemen. Het schot van Romario, mooie vrije trap, maar ook weer een goede redding van Darlay. En zo valt er genoeg te genieten voor de supporters op de hertgang. Net zoals vorig jaar toen Jong PSV dus met 4-0 won. Is het nu een aantrekkelijke wedstrijd. Overtreding op Abel Tamata. En scheidsrechter Van de Kerkhof geeft opnieuw een vrije trap aan Jong PSV. Dit keer meldt niet Romario Sabayo zich achter de bal, maar Zakaria Labiat en hij scoort. Met enig fortuin. Maar de vreugde is er opnieuw niet minder om. Via de muur, daardoor Darlay kansloos. Maar ook deze doelpunten tellen. En Labiat laat zien dat hij naast uitstekend kan voetballen ook een goed turner is. In de tweede helft, hetzelfde spelbeeld. Romario Sabayo op Makiavala. Mokhtar, hij heeft nog niet gescoord, zou dat ook graag doen. Goede actie. Younes Mokhtar ook goed ingeschoten, maar hij vindt Darlay op zijn weg. Het verschil tussen Jong PSV en Jong Feyenoord op de ranglijst is 4 punten. Maar Jong Feyenoord speelde een wedstrijd minder. En dus is dat beeld enigszins vertekend. Kromkamp op Tamata.
Machiavala. En opnieuw Darlay met de redding. En zo blijft het eenrichtingsverkeer op het doel van de Braziliaanse doelman van Jong Feyenoord. Tamata met het balletje op Mokhtar. Ramstein en Darlay verdedigen, maar doen dat niet goed. En dan is het een makkelijke klus voor Younes Mokhtar. Zo komt ook zijn naam op het scorebord en leidt Jong PSV met 4-0. Vlater achterin bij Feyenoord. Younes Mokhtar zegt dankjewel. En als de wedstrijd al niet beslist was, dan is hij dat nu definitief. Ja, en dan is het balen als doelman. Jason Bordouche, want de honger van PSV was nog niet gestild. Jeffrey van Nuland. Goede inzet, maar ook een goede redding opnieuw van Darlay. Jeffrey van Nuland die in de ploeg is gekomen voor Zakaria Labiat. In de slotfase van de wedstrijd dan zowaar een keer een bal in de handen van Cassio Ramos. Goede uittrap, Tamata, Bordouche en Mokhtar. Weber tegenover zich. Ditmaal gaat Mokhtar buitenom. De redding van Darlay. Nogmaals Mokhtar en 5-0. En zo is het slotakkoord van de wedstrijd dus van Younes Mokhtar zijn tweede van de avond. Maar belangrijker nog, Jong PSV wint de eerste wedstrijd van 2010 knap met 5-0 van Jong Feyenoord. 5-0 winnen van Feyenoord is niet niks. En, Feyenoord staat ook hoog, wij ook. Maar als wij van Feyenoord met 5-0 winnen, denk ik dat we goed zijn begonnen in ieder geval. Ja, jij maakt er ook een hobby van om mooie doelpunten te maken hier thuis. Nou, tegen Feyenoord. Ja, dat is de tweede. Dat is waar. Ik dacht, nou ja, ik schiet maar gewoon. Ik probeer het. En hij vliegt er aardig in. Dus mooie goal. Ja, welke was mooier, die van vorig jaar of deze van vandaag? Ik geef mijn voorkeur toch naar die van vorig jaar. Die was wel lekker strak. Dus. Even over jouw eigen toekomst. Hè. Het is het einde van het seizoen komt er weer aan. Tenminste, de tweede helft van het seizoen begint. Dan komt er toch een beetje het moment van, wat gaan we volgend jaar doen? Hoe ziet je toekomst eruit? Hoe is dat bij jou? Nou ja, we zijn nog in gesprek en kijken wel wat eruit komt. Dus nou, voor zover het ernaar uitziet, ziet er gewoon goed uit. En kijken wel hoe het loopt.